En welkom vandaag bij een nieuwe video waar wij een unboxing gaan doen. Vandaag is de softbox binnengekomen. En zoals je kan zien, dit is hem dus. En ik ga hem nu voor jullie openmaken om te laten zien, voor de mensen die het zelf niet weten, wat een softbox is. Dit is een professionele lamp eigenlijk. En volgens mij heb ik al in de stof gesneden. Ik hoop het niet, lijkt er wel. Maar buiten dat, even al die fucking plakband weghalen. Want plakband is gewoon kut. En wat hebben we hier? Is de hoes. Zoals je kunt zien om hem mee te nemen. Een mooi tasje erbij. Wauw, doe niks mee. Fuck that. Ja, wat hebben we nog meer? We hebben zo te zien 3 dozen. Een wat langere doos. Ik wacht dat hier de hoes in zit. Het lampje zelf, dat weet ik wel. En als het goed is, is dit de paal waar alles in zit. Dus dat moet hem ook zijn. Ik begin denk ik maar gewoon met de paal. Deze box leg ik even wat hier in. Zo, daarachter. De paal. Dit is het belangrijkste onderdeel, want zonder dit kan je eigenlijk dus helemaal niks. Want hier is die leutje op, hier staat die op. Dus als je dit ding niet hebt, dan moet je hem ergens neerleggen. En dat kan dus niet met dit. Wat je dus doet, is gewoon kijken wat erin zit. En dit is hem dus. Dit is dus de opzetstof. Maar dan komen we straks wel achter hoe dit ding werkt. Eerst de lamp zelf. Dus deze leggen we weer naar de kant. Volgende doos, de lamp. Het mooiste onderdeel van alles natuurlijk. En die gaan we nu pakken. En dit is dus een softbox. Met een of andere... Oh, dit is de hoes die er omheen moet. Voor het witte licht natuurlijk. Weg ermee. Dit is dus de lamp. Mooi met folie shit. Er zit zelfs een... Dit ding klik je naar binnen, laten we zeggen. En dan zit hij vast. Dus ik ben benieuwd. Dus we gaan even snel in elkaar zetten. En dan kijken hoe het eruit komt. Dus jullie kunnen zien, dit is dus de manier. Je drukt hem dus blijkbaar gewoon in. En je trekt hem dus blijkbaar uit. Wat ik dus niet wist. En zo klap je die paal dus uit. Je trekt er dus gewoon aan en dan heb je een standaard. Maar op zich, dit ding kan uitklappen, weet ik. Huh. Maar zoals je kunt zien, dit ding kan dus koud hoog. Ik ben zelf 1,85. En dit ding steekt dus ruim 2 meter op. Uiteraard gaan we natuurlijk niet gebruiken. Want ik ben niet zo groot en ik heb het nodig dat het komt. Achter mijn brood staat, dus geen tering zo mee te maken. Buiten dat, ik laat hem dus gewoon mooi hier staan. En we gaan een lamp in elkaar zetten. Zoals je kan zien, dit is dus een softbox. Het ziet eruit als een waardeloze paraplu, moet ik zeggen. Zoals je kan zien, dit is een ding. Ja, ik weet niet wat dit is, een ring. Die moet je dus indrukken, waardoor alles op spanning komt te staan. En die moet, zoals je ziet rechterop. Dit is dus een softbox. Ik had verwacht dat die iets minder breed was. Dus je kan zien, dit is best wel breed. Ik had verwacht dat die wat minder was. Maar voilà, het is maar zo. En ja, dus gaan we dus eerst die opdraaien. En zoals je kunt zien, ja, aan de zijkant zit een mooie draaiknop. Die draaien we los. En het kan het pootje bewegen. Waardoor die of zo kan staan. Of even naar beneden. Of omhoog, wat je zelf mee wilt doen. Dus wij, oh god, ik heb nog een nadi hier aan. Zet hem mooi erop. Ah, alles goed is. En dan komen we ook wel achter dat dit ding niet vastgeklikt is. Nou is de vraag. Oh, ik zet hem dus gewoon erop, je draait ervan. Ik had verwacht dat het moeilijker zou zijn, dat ding. Maar blijkbaar niet. Dus ook even vast, dat heeft mooi staan. En nu heb je dus een softbox. Ik dacht, ik teer iets zo met de kaart, dat blijkbaar niet. Maar ja. Wat hebben we hier? Diegene die niet een box hadden. De lamp. Belangrijk, zonder lamp kan je natuurlijk niks. Doosje. Plakband natuurlijk tussen. Want de naties. Er zit nu ook een plakband tussen. En dit is dus de lamp. Het is een normale lamp, kan je gewoon ook kopen. Fuck die kruim, fuck dit. Lamp. Nou, what's that? What's that? Nou, hier dus draaien erin. Nou, de lamp zit er dus in. Meer was er zonder niet. Het laatste onderdeel van dit is dus een fucking zakje. Waar natuurlijk de belangrijkste is, is de softbox. Het doek. En het ding is ook nog veel groter dan ik had verwacht. Maar ja, het zal wel. En als je er omheen hebt, dan plak je een klittenband die vast. Kom maar, alle filmpjes waar ik al had gekeken, niemand heeft gezegd dat die klittenband zat. Andere kant, klittenband vast. En dit is alweer de softbox. What the fuck? Dit is dus de softbox en what the fuck? Het is gewoon koude groot. Ik dacht het ding is fucking klein, zoals je kunt zien. Maar nee, hij is dus fucking groot. En ik ga hem eerst even testen, denk ik, sowieso. En dat is goed dus. Ik heb natuurlijk van het kutspot eraan zitten wat het draait. En zoals we dus hebben, een mooi knopje, de softbox. En zoals je ziet, hij staat mooi aan. Ik moet zeggen, je kan er mooi in kijken. Het is eigenlijk best iets geks, een softbox. Want het is knalwit. Ik zie het een beetje... Het is led, laat maar zeggen. Maar voor de rest is er niks anders. Het is gewoon licht. Dus goed, als ik zo zit, heb ik meer gelijk licht. Dan wanneer ik zo zit. Het klopt ook wel eens met donkere. Ik moet zeggen, dit is wel het perfecte licht wat je eigenlijk nodig hebt voor een opname van een video. Als je het nu ziet, hoe mooi dit licht is. En daar ben ik best wel trots op. Want die komt natuurlijk, je bent naast de Crafty wel niet, bij de setup die hier staat. En natuurlijk.
Tuurlijk, het komt een derde scherm komt er nog bij, die op data staan bij de consoles. Maar dat is even aan het kijken, want het scherm is er niet aangesloten. Het staat al in de schuur, dus moet ik even pakken. En dan ga ik de softbox, ik denk op de plek van de versterker. Want die versterker rolt dan iets naar de kant en ik denk dat die data tussen komt te staan. Want ik film altijd vanaf die kant, vanaf de schermkant, tweede schermkant. Want het is gewoon mijn telefoon, want ik heb een S6, Samsung Galaxy S6. En die camera is gewoon scherp genoeg daarvoor om dat te doen. Ik had eerst een webcam mooi gekocht, dat was deze. Maar hij doet het goed, alleen niet goed genoeg voor in het donker. Want deze ziet gewoon in het donker alles. Zoals je ziet, in de andere camera zou deze een beetje goed zijn. Terwijl het gewoon 1080p camera is. Vergeleken als je mijn telefoon hebt en nog met een softbox die perfect is. En zoals je kan zien, het is goed belicht hier ook. En dat is eens wat we dus willen doen. Ik ga nu een softbox installeren en dan zie ik jullie zo. Zoals jullie kunnen zien, de softbox staat eindelijk gezet, hoe je het ook een fucking wil noemen. Ik zit net te denken of ik die poot zou laten of alleen, het kut is, er zit geen stok zelf aan, want het ding zelf is een stok. Want ik wil het liefst hier achter hebben, achter het scherm, wat best wel moeilijk is om te doen. En je ziet, het licht is minder mooi. En als je zo doet, dit is gewoon precies het licht wat je nodig hebt. En ik vraag me dan ook af, als ik zit, je ziet wel, want kijk, ik film dus vanaf hier. Dus ik heb precies het licht wat ik nodig heb, schijnt precies op mijn gezicht. Dus dat is het goede. Ik heb misschien toch iets verder naar rechts, maar dat ga ik fixen dan. Maar ik ben benieuwd, zonder lamp. Dit is dus zonder lamp als ik naar jullie praat. En dit is dus met lamp, dus oftewel een heel fucking groot verschil met licht. Ik moet zeggen, ik ben er echt fucking trots op dat ik nu eigenlijk de stopbox heb van Vida. Ik zet de link erbij van waar het vandaan is en waar het fucking gekocht is. Dit ding is maar 30 euro. What the fuck, wat wil je voor 30 euro doen? Ja, misschien een tweede. Die komt aan de andere kant. Maar het was eigenlijk eerst kijken hoe de eerste stopbox was. Daar ben ik tevreden nu over. En ik ga de eerste video's opnemen met stopbox en kijken wat jullie ervan vinden. Ik zeg bedankt voor het kijken, laat een blauw duimpje achter, abonneer op het kanaal. Vooral voor die mooie softbox. Ik zeg tot bij de volgende customized video en bedankt voor het kijken. Ciao.